Dag lieve mensen en welkom terug in Daans Winterpark, waar wij in de vorige aflevering deze leuke vorstjes hebben toegevoegd. Zijn ze niet prachtig? Deze had ook nog verschillende kleurtjes. Kijk nou hoe mooi, met blauwe ogen ook nog. Er was iemand die zei, joh, het is superleuk als jij een vos Patricia noemt. Dat vinden Belgen leuk. Nou, in dat geval is dit deze mooie Patricia. Ik weet niet waarom het grappig is. Het zou leuk zijn als dat nog even wordt uitgelegd in de comments. Misschien heb ik nu iets heel bizars gedaan. Maar goed, met deze Patricia. En er waren nog meer leuke naamsuggesties. Bedankt daarvoor. Het heeft trouwens net gesneeuwd. Maar daar heb ik even afgewacht, want het ging heel hard. En dan zie je geen hol. Dat is niet zo handig. Want er waren ook nog heel veel namen voor deze kleine, wat is het, kerel binnengekomen. Onze eerste bisonbaby. Superleuk, bedankt. Laat die namen maar doorkomen. Ik probeer ze bij te houden. In ieder geval heb ik één leuke naam gezien. Tenminste, die vond ik zelf het leukst. Dus die heb ik gekozen. En die werd door Jerina Mengerink, denk ik, of zo. Nou ja, of in ieder geval degene die dat account gebruikt, die heeft die gekozen. En dat is Bobby. Ik vond dat een leuke naam voor een bison. Ook een beetje Amerikaans, hè, want dat zijn ze, Amerikaanse bisons. Dus dat is top. We hebben hier soms wel wat problemen. De dieren zijn af en toe wat gestrest. Dus ik zit eraan te denken dat we hier misschien iets van een aanpassing moeten gaan doen. Ik denk misschien aan hier een soort grot maken of zo. Laat ik eens even kijken of ik dat een beetje voor elkaar krijg. Gaan we dit even dupliceren. Kijk, dan maak ik het hier, dacht ik, gewoon een beetje dicht zo. Want die bisons in ieder geval, die kunnen toch gewoon daar langs heen zwemmen. En misschien dat ze dan net even een wat chiller plekje hebben hier. Waar ze even kunnen uitrusten en zo. Passen ze er nog in überhaupt? Ik zou even wat stenen weghalen nog. Oh, ik drukte op een verkeerd knopje, denk ik. Zoiets. Ik weet niet of dat ze hier onderdoor passen. Misschien moet ik deze even wat ophogen. Of gaat dat wel lukken? Nou, ik denk wel dat het past. En misschien dat we dan ook gelijk even wat bedjes daar kunnen neerleggen. Dat ze weten van, oké, daar kunnen we even rustig tukken. Nou, ik doe wel gewoon middelgroot. Zo, dan kunnen ze even een beetje in de rust eventjes een tukkie doen. Misschien dat ik er ook nog even zo'n boom bij zet. Dus net even wat meer afgeschermd. Ik hoop dat dan de stress wat afneemt. Of dat ze in ieder geval gewoon een plekje hebben waar ze heen kunnen. Kijk, is deze zo klein? Ja, jij was ook klein. Leuk. Ze kunnen gewoon omlopen. Dus ook wat zijn het? Gaffelbokken. Die kunnen gewoon omlopen, denk ik. Misschien die wat naar binnen. Nee, maar dat ze daar gewoon langs kunnen. Dus ik hoop dat dat wat helpt qua stress. Zoals je ziet, hier beneden hebben we 52.500 eutjes op het moment. Dus ik dacht, het wordt wel een keer tijd dat we dit gaan aanpakken. Dus wat ik ga doen is even dit allemaal weghalen. Dan gaan we het namelijk gewoon even opnieuw bouwen. Daar krijg ik ook wat geld voor terug, dat is helemaal mooi. Maar ik dacht, ja, het wordt nu wel tijd. Laten we gewoon alle personeelsverblijven doen dan. En ik wilde dus het nieuwe thema, het nieuwe wereldthema, dat zijn deze. Dus dan hier een verzorgersverblijfje. Wil ik dat een beetje recht? Misschien is dat wel zo mooi ook, hè? Doe ik hem even iets naar voren. Kijk, die wil ik het dichtst bij die ingang hebben. Want dan kunnen de verzorgers makkelijk naar de verblijf toe. Misschien dat we hier ergens er ook nog één moeten neerzetten. Dat het nog makkelijker wordt. Wat hebben we dan nog meer nodig? Een quarantaineverblijf. Volgens mij hadden we die ook nog niet. Een kleine is wat mij betreft best. Wil die graag... Mag ik die aan die groep toevoegen? Nee. Oké. Nou, helaas. Dan gaan we gewoon even een beetje zo uitmeten dat het bij elkaar past. Zoiets. En dan de dierenartspost. Hebben die ook gelijk nog wat te doen. Kunnen we ook wat onderzoek en dingen starten natuurlijk, hè? Dat is ook chill. Ja, ik denk dat ik het gewoon zo een beetje naast elkaar zet. Ik weet niet of dat nou het mooiste is, maar we doen het ermee. Even kijken. Nieuwe wereld. Wat zijn die dingen gigantisch, jongens? Oh, dit staat sowieso wel cool naast elkaar. Zo. Onderzoekscentrum. Maar die kan dan nog mooi hier zo voor. En dan de werkplaats voor de monteurs. Kunnen we die dan hier zo nog tussen kunnen krijgen? Ja, dat past wel. Precies zo in dat hoekje. Oh. Hij zegt dat het kan, alleen vervolgens mislukt de terreinaanpassing.
Nou, dan past het dus niet. Zeg dat dan. Wat hebben we nog meer straks? Oh ja, het handelscentrum natuurlijk. Dat is eigenlijk ook wel handig om een beetje aan het begin te hebben. Dus misschien dat we deze dan eventjes hier neer gaan zetten. Niet misschien, dat gaan we doen. Waarom zit jij in de lucht? Op de grond. Oh, niet dus. Hallo? Ja, oké. Okay. En dan dus het handelscentrum nog. Kijk, dat is ook wel chill om een beetje in het begin te hebben. Want daar halen ze natuurlijk de nieuwe dieren die het park in komen. Dus dan zetten we die hier neer. Gaan we natuurlijk even het pad aanpassen. Zo. En dan maken we hem hier vast. En op zich hoeft alleen maar... hoeft alleen maar dat eerste stukje, zeg maar, personeelspad te zijn. En dan komen er al geen gasten. Dat ziet er ook gelijk mooier uit, vind ik. Zo. En heel veel stukjes pad, zoals je ziet. Maar dan ziet dat er ook gelijk wat mooier uit. En ik denk dat we dan ook nog wat boompjes en dingen gaan plaatsen. Eigenlijk doe ik dat nooit, maar ik dacht, ach, hè. Laten we ze eens verwennen. even zien. Continent doen we dan gewoon Noord-Amerika, waar we nu zijn. En dan gaan we gewoon even wat van die boompjes zo hier en daar neerzetten. Het ziet er toch net even... Oh, ik zie dat dit pad nog niet aangesloten is. Ik doe even een pad hier. Zo. Wat boompjes en dingen. Bosjes. Kijk, zoals dit is ook nog wel leuk. Wat ik zeg, normaal gesproken besteed ik hier niet zoveel aandacht aan. Maar ik dacht, ach hè. Laten we ze eens eventjes... ook even een wat leuker plekje geven, dat personeel. Ze doen goed hun best, meestal. Niet allemaal, maar goed. En dan nog wat boompjes. Het ziet er al een stuk gezelliger uit zo, toch? En ik, ja, in principe kan dit dan ook weer normaal, maar goed. Ik laat het gewoon zo. Misschien dat we daar later nog een huisje in kunnen proppen. Ik weet het niet. Maar zo hebben we in ieder geval dat mooi aangepast, gepakt. En we hebben ook nog zat geld over. Dus dat is mooi. Want hier hebben we natuurlijk ook nog dingen. Zoals de wc. Die wil ik ook nieuw. Faciliteiten. Dit zijn natuurlijk bezoekersfaciliteiten. Een toilet. En ook weer dat nieuwe thema. Ik hoop dat dat ook gelijk goed te zien is. Dat dat echt wel mooi staat. Niet de natuurbehoud. Waar is die? Is dit... Oh, dit is een nieuwe wereldtoilet. Dit is een grote, dat gaat niet passen. Dus dan doen we die. Kijk, zeker als het gaat sneeuwen straks met dat glas en dat hout. Dat gaat er wel echt cool uitzien, denk ik. Ik zie nu hier ook dat pad. Misschien moeten we daar eventjes meteen wat aan doen ook. Kijk, dan pakken we gewoon even dit stuk. Die zetten we dan hierop. Ik wil het gewoon eigenlijk, zeg maar, dat de personeelsdingen een beetje afgesloten zijn van de mensen. Dus dat ze dat niet direct zien. Oh, die deur mag weg. Dat is beter. En dan kan ik hier ook nog wel wat rotsen plaatsen. Kijk, nu hebben we geld, hè. Dus dan kunnen we het een beetje mooier gaan aankleden. Ik vind dat op zich wel leuk. Om eventjes naar terug te gaan dan. En er toch even wat leukers van te maken. Kijk, zoals hier. Hebben we nu gewoon gras. Dat is op zich wel prima, maar... Ik vind het nog wel leuk als er zo'n beetje rotsen zitten, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld nog zo'n boom... Nou, dat ziet er dan toch net even wat aangekleder uit. Ja, hier is het natuurlijk nog echt kaal. Ik weet nog niet zeker. Ik denk eigenlijk dat het pad hierheen gaat. Of dat we nog iets gaan bouwen. Ik dacht in ieder geval voor vandaag. Hé, waarom gooien... Oh ja, dit is natuurlijk gewoon nog niet opgeruimd. Ik wil in ieder geval ook nog wat personeel aannemen. Want ik denk dat we nog wel een verzorger kunnen gebruiken. Een parkmedewerker. Nou, dat is duidelijk. Want er ligt hier allemaal rotzooi nog. Een beveiliger. Die hadden we nog niet. En zit ik te denken, misschien dat we ook maar gelijk een onderwijzer neerzetten. Ik verwacht dat we wel genoeg inkomen hebben. De kaartjes mochten ook weer duurder zijn. Dus hebben we personeel? Hebben we het allemaal wat mooier gemaakt? Ja, mensen kunnen dit niet zien, dus dat boeit me dan ook verder niet zo heel veel. We kunnen nog wel even dat pad aanpassen. Dat ziet er dan nog net even wat mooier uit. Waarom mag dat niet? Nou, dan maar vanaf hier ook best. Ja, we zouden hier nog even een huisje overheen kunnen plaatsen. Even kijken hoe die eruit zien. Wauw. Nee, dan moet ik even een faciliteit en dan zo'n kale hebben. Ik kan natuurlijk ook gewoon het filter aanzetten op het thema.
Dat is misschien nog wel even handig, hè? Nieuwe wereld. Normaal gesproken heb je ook van die gewone gebouwtjes, zeg maar. Van die lege. Kijk, zoals deze. Ik dacht, als we nou die hier overheen zetten. En dan de voorkant eruit halen, dan ziet dat er ook nog leuk uit. Zo. Nee. Die, ja, die wil ik. Hij selecteert steeds die... Hij selecteert steeds dat ding wat erin staat. Maakt het uit? Ik denk dat ze er wel bij kunnen eigenlijk. Ja, die wil ik weg. Zo, ja. Ja, dat komt omdat hij er net doorheen staat. Maar zo vind ik het er al een stuk beter uitzien. Ja, dit ene plankje, dat irriteert me wel. Ik wil niet dat ding. Boeien, we laten het lekker zo. Die mensen zien het toch niet. Maar ik vind het voor het idee wel leuk dat ons hele park gewoon een beetje die stijl is. Dan hebben we nog 42.000. Nou, dat is mooi. Dus we lopen gewoon prima. Het geld loopt prima mee, zeg maar. Hier is het druk. Ik denk dat ik eigenlijk een iets wil gaan bouwen, zeg maar. Waar mensen dingen kunnen kopen. Dus waar ook winkeltjes in zitten. Ik dacht hier. Wil ik daarin eigenlijk het liefst ook een dier doen. Maar die moet dan niet schuw zijn. En ik dacht aan deze. Zijn die schuw? Relatie met mensen is neutraal. Dan weet ik het niet zo goed. Even kijken. Wat voor taiga dieren hebben we nog meer? De dol. Die zijn ook wel schuw, vrees ik. De dassen natuurlijk ook. De skunk. Ja, we kunnen ook iets met beren doen. Ik denk dat we die wel moeten kunnen betalen nu. Misschien een berending? Hoe zijn die? Die zijn ook neutraal. Zijn er ook zelfverzekerde? Makaken. Dat is ook nog een optie. De lama. De wolf. Wolven zijn ook zelfverzekerd. Oké, jongens. Dat gaan we doen. Ik had namelijk het idee. We gaan een wolvending maken. Maar ik had het idee om een... hoe noem je dat? Een dome. Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zo'n rond ding. Dat is de beste omschrijving. Zo'n rond ding te bouwen. En dat wilde ik dan het liefst met glas. En met hout doen. Ramen. Kijk, ik dacht, dit is echt perfect voor ons. Zeker voor onze stijl dierentuin die we hebben. Zoiets... En dan wil ik natuurlijk ook zo'n glazen plafond. Jongens, waar dat glas? Ik doe het even wat makkelijker, want ik ben aan het scrollen als een gek. Nee, die wilde ik helemaal niet. Ik wilde hout. Ik dacht dan 2 glas en 1 hout. Oh. En dan een dak, natuurlijk. Een dak. Die wil ik van glas. Zodat er mooi licht in schijnt. Een platte mag gewoon. Even denken. Ja, ik denk dat ik gewoon deze doe. Die vind ik altijd wel heel mooi. Zo. Kijk, en dan ga je... Hoppatee. Voor degene die niet weet hoe je het bouwt, zo doe je dat dus. Kijk, want dit wordt allemaal één groep. Zo. En dan pak ik die. En die plak ik ook hieronder. En dan pak ik... Kan ik dit gewoon allemaal... Ja, dat kan ook allemaal tegelijk. Dat is helemaal mooi. Zo. En die plak ik daaronder. Zit dit recht? Dit zit niet recht. Dat kan ik zien. Even één tikje naar binnen als het kan. Omdraaien natuurlijk. Zo zit hij goed. Kijk, en dan hebben we dit geselecteerd. Dan doe ik Ctrl-X. En nog een keer X, dan komt dat ronde ding. En dan draai ik het zo. Dus dan weet je ook gelijk hoe je een dome bouwt. Hoe zeg je dat nou in het Nederlands? Ik denk niet dat dat een naam heeft eigenlijk, of wel? Zo'n rond gebouw. Ik heb geen idee hoe groot dit ding is nu nou, trouwens. Maar ik neem aan dat het wel voldoende is voor de wolf. En ik wil dan eigenlijk, zeg maar, dat de wolven beneden leven. En dat de mensen er overheen lopen en ook dus naar de winkeltjes kunnen. Ik weet niet of dat heel verstandig is, maar mochten de mensen nou echt zich als varkens gedragen daar binnen... Dan kunnen we altijd nog zeggen van, we verplaatsen die winkels. In eerste instantie ga ik gewoon een habitat maken, denk ik, hierin. En daarna gaan we kijken of dat daar dan winkels moeten komen. Of dat we dat gewoon bij de voorkant doen of zo.
Hij is bijna rond, jongens. Misschien laat ik hem zo open. Oh, nee. Nee, ik maak hem eerst wel even helemaal dicht. Want anders dan... dan is de achterkant natuurlijk niet dicht. Of ik laat er gewoon een pad recht doorheen lopen. Misschien is dat een idee. Nou, zo dan. Dat is dan de hele dome. Die kan je dan gewoon selecteren zo. Hoppatee. En dan verplaatsen. En ik dacht misschien dat dit wel een coole plek is. Ik hoop dat die groot genoeg gaat zijn. Even denken hoor. Misschien is het slim om eerst even de habitat te maken. Dus, we gaan terrein naar beneden duwen. Want daar gaan dan de wolven in. Ik zet hem even op pauze trouwens. Dan krijg ik niet de hele tijd van die meldingen. Dus ik dacht zo naar beneden. Dan komt die dome daar dus bovenop te staan. Maar ik dacht misschien moeten we eerst eventjes een null barrier maken. Dan kunnen we dat ding erbovenop zetten. Kijk, ik wil met die habitat, zeg maar, ik wil niet al te veel bouwen. Ook omdat ik denk van, ja, soms kan het gewoon echt te veel tijd in beslag nemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan denken. Van, hebben jullie zoiets van, nou, bouw maar vaker gebouwen? Of denk je van, nou, zoals je het nu doet, is het eigenlijk gewoon het leukst? Zou ik zelf namelijk vinden. Dan zit je niet urenlang naar iemand te kijken die allemaal dingen aan het goed zetten is, zoals nu. Oh ja, ik moet natuurlijk even het terrein nog wel... zo maken dat er ook een poort kan. Waar doen we de poort? Laten we die aan deze kant doen. Natuurlijk die barrier even weg. Anders dan wil die dat niet fixen. Yo. Jongens, wat gebeurt er allemaal? Mag het nu? Staat er natuurlijk weer zo'n verdwaald ding bovenop. Ja hoor, mag ik? Ja, bedankt. Oké. Zo. Kijk, hier komen dan. Hier komt dan zeg maar de echte poort. Voor de bewakers. Ja, nee, niet de bewakers. Voor de verzorgers. Dit gaat niet. Nou, zo doen. Dat gaat wel. Zo, dan is het daar mooi dicht. Maar dan kunnen dan wel de verzorgers naar binnen. Dan doen we hier dus een deur. Als dat mag. Ja. Kijk, hier kunnen ze dan, als het goed is, wel naar binnen lopen. Misschien moet ik dit even een beetje recht maken nog. Nee, niet egaliseren. Glad maken, denk ik. Ja, zoiets. Zo, dit is dan de ingang. Hier leven de wolven dan. Hoe groot is dit? 1800 vierkante meter. Nou, ik denk dat dat wel goed moet komen. Laat ik eens even kijken. Ik wil eigenlijk de polwolf. Dat vind ik wel cool. 2 tot 8 kun je er hebben. Oeh. Nou, met 4 komen we er prima uit. Dat is mooi. Dan plaatsen we dit ding erbovenop. Ik hoop dat het past. Nou, dat scheelt niet heel veel. Even kijken, zoiets denk ik. Hoe ziet dat eruit aan de binnenkant? Ook helemaal niet verkeerd. Kijk, misschien moet ik even die... deze allemaal wat omlaag doen. Nou, jouw pak. Kijk, dat we dit zeg maar rondom dicht maken. Of hoeft dat helemaal niet? Misschien moeten we dat gewoon met rotsen doen, bedenk ik nu. Kijk, dat we gewoon hier zo wat rotsen en wat hout hebben. Is dat een idee? Of misschien moet ik gewoon die hele onderrand weghalen. Want we hebben hem nu... of ik moet hem natuurlijk gewoon omhoog tillen. Misschien nog handiger. Ik heb hem er gewoon te laag in geplaatst eigenlijk. Ik ben een beetje aan het klooien, jongens. Excuseer. Kijk, dit wordt beter. Zo. Ja, dit is hem. Ja, kijk, hier is het dus dicht door die... door dat beton. Ja, misschien moet ik wel... Oh. Misschien moet ik wel eventjes dit fixen, dat het...
wat naar beneden zo gaat. Op bepaalde plekken, zeg maar. Dat het niet ergens zo in het niets zweeft, dit ding. Dan hebben we gewoon wat poorten, zeg maar. Maar ook daarmee gelijk wat steunen. Steunpilaren. Kijk. Zo kan het daar gewoon opstaan, natuurlijk. Oh, even deze nog te plaatsen. Kijk, dan steunt het daar gewoon. Dan ziet dat er ook niet zo raar uit. Verder zit hij gewoon mooi op de kant. Dus ik denk dat dit top werkt. Nou, hier is dus de ingang. Hier maken we een pad. Als dat mag. Ik hoop dat het allemaal lukt ook weer. Ik denk niet dat er hier winkels in kunnen. Dus die gaan we er buiten doen. Nou. Dit gaat nog niet eens zo slecht. En dan dacht ik misschien gewoon een plateau. Iemand vroeg trouwens hoe dat werkte. Dat je een vierkant maakt. Dan ga je dus naar pad. En dan doe je uitlijnen met rooster. Vervolgens klik je op het pad waar je dat aan vast wil maken. En dan kun je zo de paden aan elkaar maken. In een rondje. En dan kan je zo alle kanten op kijken. Terwijl de wolven daar lekker beneden aan het spelen zijn. Bijvoorbeeld, hè. Denk ik wel van... Eigenlijk wil ik eventjes dit pakken. Want dan kunnen we deze kant dichtmaken. Want ik denk toch niet dat we daar eruit gaan op dit moment. Niet aan de groep. Dat bouwen, jongens. Echt... Ik vind het leuk hoor, maar het kan soms wel echt tijd in beslag nemen. Oké, weet je wat we doen? Ik maak het wel even zoals ik het wil en dan kom ik gewoon bij jullie terug. Anders dan wordt dit een aflevering van 6 uur, denk ik. Oké, perfect is hij niet, maar ik vind hem mooi genoeg. Zie ik wel gelijk dit ook weer. Kan ik jou ietsjes opschuiven? Zo. En aan jou ook ietsjes naar binnen schuiven. Nee, dat kan dus niet. Wat draaien misschien? Kijk, want dat pad zit dan natuurlijk weer niet in het midden. Maar goed, ik vind het best redelijk. Mensen kunnen dus hier gewoon inlopen. Die wolven en de... Nou goed, de mensen kunnen ook allemaal hier erin. Het personeel. Moeten we natuurlijk nog wel een pad hebben voor het personeel. Dat doen we zo deze kant op. Denk ik. Kijk, dit werken we denk ik later nog even weg. Maar voor nu sluiten we hem gewoon even hier bij die brug aan, denk ik maar. Dat mag. Omhoog. Ja. Yeah. Gaat dat precies niet passen of zo? Wat is het ding? Nou, dat is toch vreemd, hè? Die paden, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Hoe dat wel soms werkt. Of, nou ja, goed, beter gezegd... hoe dat soms niet werkt in deze game. Hoezo? Ik dacht toch dat ik al het gekloot nu wel gehad had, maar... Oh mijn god. Nou, hartstikke mooi pad. Het werkt. We gaan later wel even kijken of dat het ook mooi is. Wat ik eerst wil doen is dus wat dieren gaan halen. Hè? We hebben nu lang genoeg gebouwd. En dan gaan we natuurlijk ook nog even naar hun zin maken. Polwolf. Ja, dat is de naam. Polwolf. 2 tot 8 waren het er. Oh, we kunnen er maar 3 kopen. Nou, weet je, dan kopen we ze toch gewoon. Dan kijken we voor nu eventjes niet naar de genen. Die zijn niet zo heel goed. Maar ja, als er maar 3 zijn, dan zijn er maar 3. Kunnen we ook niet zoveel aan veranderen. Laat ik ze dan wel nu, want we hebben nu een quarantaineverblijf, we daar eerst even heen sturen. En ik denk dat ik hier ook nog even een personeelsfaciliteit, zo'n verzorgersverblijf neerzet. Hier zo net erbuiten. Dan is dat gewoon mooi dichtbij en dan is dat gelijk een mooi begin voor als we hier verder gaan bouwen of wat dan ook. Even kijken hoe dat eruit ziet zo. Ik denk dat dat best wel cool is. Kom je zo het hoekje om en denk je... Holy shit. Ja, dit is gewoon belachelijk lelijk. Ik vind dit echt gewoon te lelijk. Ik wil even weer op play drukken, zodat we niet eeuwen aan het wachten zijn op die wolven. Nou, dit is al een stuk beter. Oké, nou, we gaan dit laten wegwerken, denk ik. Zijn die wolven al klaar?
Ik heb geen idee hoe lang dat duurt. Oh, ze zijn net onderweg. Oké, in dat geval kunnen we dan nog wel even hier gaan bouwen. Zetten we hier weer een deur neer. Zo. En dan gaan we weer gewoon even met beton, denk ik. Of zal ik het met dat hout doen? Nee, ik denk wel beton. Ik vind het ook wel leuk als er een beetje een mix is. Die groep toevoegen. Zo. Maak ik het gewoon dicht. Dan zie je in ieder geval dat pad niet meer. Dat scheelt al een hele grote bak. En dan moeten we later maar even kijken hoe we dit precies dicht willen maken. Of dat we er bijvoorbeeld nog een dak op willen of iets dergelijks. Maar voor nu zien de mensen het in ieder geval niet meer. Kijk, dan loop je er zo langs. En dan zo de dome in. Nou, zijn ze al klaar? Oh, we hebben iets gewonnen. Oh, niks. Oké. Nog 2 dagen. Oh, ik heb allemaal ongeclaimde beloningen, zie ik. Nou, dan gaan we dat gelijk even doen. Op, 75. Hartstikke mooi. En we zijn dus ook nog bezig met het doel. Want blijkbaar moeten er taiga-dieren gefokt worden. Maar goed, waar waren we? Die dieren, ja. Zijn jullie al klaar hier? Ik heb geen, wat ik zeg. Ik heb geen idee hoe lang dat duurt. Nog steeds in quarantaine. Oké, dus daar moeten we even op wachten. En dan kunnen ze hier naar binnen. Ik wil eigenlijk... Wat doet mijn camera? Doet ineens gek. Mag ik naar beneden nog? Hallo? Heb ik hier ergens op een knopje gedrukt? Ik denk dat ik een verkeerde camera aan heb staan. Oh, nu doet hij het weer normaal. Oké, bedankt. Even denken hoor. Nou, we kunnen dan, als ze toch nog bezig zijn in quarantaine, kunnen we vast de media neer gaan zetten. Dus dan van die borden. En als het goed is, zijn wolven dus zelfverzekerd. Dus in principe zouden ze niet gestrest moeten raken. Oh, ik zie dat de quarantaine klaar is. Snel deze nog even neerzetten. Aan alle kanten. En dan zet ik ook wel gelijk eventjes die... hoe heet die dingen? Donatieboxen? Nee, collectebussen. Zet ik dan neer. Even in die hoekjes. Prullenbakken, niet te vergeten. En verder, ja, mensen die moeten dan gewoon even kijken en weer ophoepelen. Dus ik ga geen bankjes of iets dergelijks neerzetten. Ze zijn dus klaar. Dat is wat ik zag. 2 zijn er klaar in ieder geval. Dan gaan die alvast naar hun verblijf. Ah, iedereen is klaar. Mooi. Dan hebben we er 3. Volgens mij kan dat. Had ik gezien, toch? 2 tot 8. Ja, dus 3 is prima. Ik hoop dat ze kleintjes krijgen. Dan bewaren we. Dan houden we die. En hier gaan we het dan verder wel... wel mooi maken. En ik zie dat de faciliteit geen stroom heeft. Waar is mijn stroompunt? Hey, die heeft wel stroom. Oké, nou, dus dat moet geen probleem worden. Die zitten nog precies erbinnen. Dan gaan we gewoon even wachten totdat mijn mensen die dieren erin mikken. Ja. Daar is nummertje 1. Oh, mooi dier, hè? Komt zijn mooie verblijf binnen. We gaan het natuurlijk nog hartstikke fijn maken hier voor ze. Maar eerst maar eventjes checken of dat ze nergens kunnen ontsnappen. Blijf. Begaanbaar gebied. Hé, hey, wat kun jij hier dan? Heb ik daar het hek niet goed aangesloten of zo? Wat is het ding? Ah ja, kijk. Hier zit de omheining binnen het gat. Dat is niet de bedoeling. Die doen we er zo eventjes omheen. Zo. Nou, dan gaan we het gewoon fijn maken. Want ik neem aan dat ze dan niet meer kunnen ontsnappen. Terrein is dus perfect. Qua grootte. Dus dat is mooi. Ze kunnen in principe allemaal sneeuw hebben. Dus laten we hier gewoon ook allemaal sneeuw in mikken dan. Ik vind dat toch gewoon het mooist. Het is een polwolf. Het zijn witte dieren. Je verwacht ook een sneeuwig verblijf, toch? We gaan hier aan de randen ook nog wel stenen doen. Maar dan zal ik in ieder geval ook nog even koelers erin zetten. Dus allemaal de jassen aan als je hier binnenkomt. Want warm is het niet. Zo.
Even denken. Ik neem aan dat ze het dan oké gaan vinden. Even dus tijd versnellen. Ja, kijk eens. Heel mooi. Zo vinden ze het helemaal prima. Dat dus. De trein is helemaal goed. En ik ben er ook gewoon blij mee. Ik hoef ook op zich niet nog dingen te veranderen of zo qua... hoe zeg je dat? Dat het wat ruiger is of zo. Wat ruwer is. Dus ik denk dat ik maar gewoon een stuk water ga maken hier. Kleiner. Ja. Zo. Wat water. Ik heb geen idee. Ja, trouwens. Het zijn natuurlijk een soort honden. Dus ze zullen heus zwemmen. Het ziet er wel mooi uit, vind ik. Zo dan. Hoe zien die mensen dat? Ja, dat is top. Misschien nog wel wat meer plasjes ook. Aangezien ze toch zwemmen, denk ik. Kunnen we misschien hier ook nog wat water. Gewoon voor het idee. Verschillende plasjes. Zijn jullie nog blij? Dan gaan we voor hun omgeving natuurlijk. Noord-Amerika, taiga. Nou, dat is gewoon waar we zitten. Dat is mooi. Dus dan kunnen er gewoon planten in die sowieso in dit klimaat groeien. Nou is het natuurlijk binnen. Dus ja, op zich maken we het klimaat zo dat het goed is voor de planten en de dieren. Maar toch. Het zijn inheemse dieren dan. Toch? Zo heet dat toch? Heb ik het verkeerd? Zulke plantjes... Kijk, uiteindelijk is het best wel een heel flink verblijf wat ze hebben. We kunnen best wel aardig wat planten erin kwijt. Ik zit nog te denken, willen we die... ik denk dat ik sowieso ook nog wel wat stenen erin wil verwerken. Maar misschien moeten we eerst gewoon even... gewoon een beetje met die struikjes losgaan. En dan zometeen even kijken wat mooie plekken zijn überhaupt voor stenen. Ik wil dit wel een beetje overgroeid hebben zo. Dan die achterkant... Dit wel mooie boompjes trouwens. Waarom heb ik die niet eerder gezien? Of heb ik dat wel, maar is me niet opgevallen? Dat waarschijnlijk hoor. Hoe hoog ben jij? Oh, jij past precies erin volgens mij. Hallo? Hij vindt die doom, daar gaat hij een beetje gek van doen, mijn camera. Volgens mij werkt het zo wel. Misschien is het ook nog wel leuk om zo'n lange boom dan gewoon dwars doorheen te laten steken hier. Dat vind ik op de een of andere manier altijd wel cool uitzien. Dan is het echt zo'n beetje in de habitat meegenomen. Veel van dat mos vind ik altijd mooi. Ja, jutje. Ja, die hebben we natuurlijk ook nog. Nee, die zijn veel te groot. Dat gaat hem niet worden. Dan wat stenen, denk ik maar. Dan gaan we daar omheen misschien nog even wat planten en dingen doen. Eerst maar eens even wat rotsen zo. Willekeurige draaiing aan. Ik zou het nog steeds chill vinden als ze zeg maar die willekeurige draaiing optie. Als ze mij de mogelijkheid geven dat ik dat alleen aan kan doen bij stenen en planten. En voor de rest dat hij het dan voor de rest gewoon laat. Maar helaas luisteren de makers niet zo naar mij. Ik weet niet waarom. En dan misschien zo in het midden ook nog wat stenen. Ik weet niet of dat ze daar op kunnen klimmen. Waarschijnlijk wel. Nou, zij zijn blij. Ik vind het op zich ook wel oké. Kijk, we kunnen natuurlijk wat meer planten erin doen. Maar ik wil ook dat de dieren goed zichtbaar blijven. In principe kunnen ze natuurlijk overal slapen. Maar ik denk dat ik... misschien nog even ergens een soort afdakje maken. Misschien is dit hoekje daar wel mooi voor. Dat ik zo met stenen hier even een soort dakje voor ze maak. Waar ze dan onder kunnen tukken. En dat ze even wat minder last hebben van de mensen. Zo. Ondersteun jij die eventjes? Dit is helemaal niet nodig trouwens, hè? Maar goed. Gewoon eventjes voor het idee.
Huppatee. Nou. En dan doen we hieronder dus de slaapplaatsjes. Middelgroot. Dat zal wel goed voor ze zijn. We kunnen ze echt eventjes weg van de mensen. Ik denk dat dat wel goed voor ze is. En de mensen kunnen ze zo mooi zien naar beneden. Nou ja, goed. Ik wil dus een groepje maken, een roedel. Dat komt wel als er meer dieren komen. Maar ik vind het wel geslaagd. We hebben nog wel wat verrijking nodig ook natuurlijk. Verblijfspullen filteren op verrijking dinges. Deze vind ik altijd cool. Daar gaan ze dan aan trekken. Zetten we hier neer. Ik vind eigenlijk die piñata's, dat is op zich grappig. Maar ik vind het niet zo mooi. Ik kan me niet voorstellen dat... weet ik veel. Dat dat normaal gesproken in een dierentuin te zien is. Dus daarom vind ik dat niet zo... Ja, ik vind het niet zo realistisch, laat ik het zo zeggen. Speeltjes natuurlijk. Doen we zo'n zak. Doen we dan hier. Mensen ook aan deze kant zo goed kunnen zien. Oh, is dat al genoeg? Oké. We doen nog even wat. Zo'n geurding. Zo. En dan is iedereen helemaal blij in het hondenverblijf. En de mensen, wat ik zeg, die kunnen ze ook mooi zien. Die willen we dan op de polwolf hebben. Oh ja, en ik moet even checken of dat het water wel gezuiverd wordt. Dat hij dat redt. Oh kijk, die boom die steekt er net doorheen zo. Ietsjes omlaag. En jij ook. Oh kijk, deze steekt precies door het gaatje heen. Dat mag. Oké, grappig. Water. Ja, die haalt hij. Volgens mij moet hij gewoon het verblijf halen en is het dan genoeg. Dus ik denk dat hij het redt. Mocht het niet zo zijn, dan kan ik er altijd nog hier zo eentje neerzetten. Dat is geen probleem. Maar zo hebben we dit dan gebouwd, jongens. Eventjes in een afleveringetje. Nou ja, goed. Het nam wel iets tijd in. Maar we hebben zelfs nog winst gemaakt ook. Hoe mooi is dat? Dus het begint echt wel vorm te krijgen. Ik denk, want ik had het natuurlijk over winkels helemaal in het begin. Laten we dat ook gewoon nog even fixen trouwens. Want voordat we afronden. Laten we hier dan gewoon een apart plein maken. En misschien is dat dan ook het einde van deze kant op gaan. Gaan we dan naar een andere kant werken. Moet ik nog even beslissen. Maar ik zet in ieder geval even de winkeltjes neer. En dan gaan we het de volgende keer gewoon een beetje leuker maken nog. Ik wil dat dan het liefst ook weer in dat thema. Maar dan moet ik ze eerst neerzetten natuurlijk. En dan kan dat. Zo. Die. En eten. En dan kunnen we die nieuwe thema ding aanzetten. Nieuwe wereld bedoel ik. Nieuw thema. Bezoekers. Alles. Ja, die kan er dan als het goed is overheen. Oh, je kan natuurlijk gewoon eerst dat ding neer moeten zetten. Dat is de volgorde. Zo lukt het ook wel. Die staan er dan. Informatie natuurlijk, kiosk. Dat is ook goed voor de educatie, hè. Moet ik weer even eerst dit ding neerzetten. Doen we dat hier. Zo. Faciliteiten erin. Informatie, kiosk. Kijk, zo werkt het. En dan naar beneden. Informatie en koopbaar. Merchandise. Hats Fantastic. Kunnen ze een mooi hoedje kopen. En daar gaan we natuurlijk nog wat mee doen. Misschien wat rotsen eromheen. En boompjes. En het zou kunnen dat we het hier afronden. Of dat we het park meer deze kant op laten lopen nog. Maar ergens wil ik het ook weer rond krijgen. Dus misschien dan hier bovenop of zo. We moeten maar even zien. In ieder geval, ik weet niet. Ik vond het een beetje chaotisch vandaag. Maar we hebben wel veel mooi gemaakt. Dat vind ik wel leuk. En ik vind het ook cool dat we die daarachter hebben. En de bezoekers vinden de kaartjes goedkoop. Nou, dan gaan we dat eerst nog eventjes zo. Ik wil graag veel geld, dus prima. Maar het loopt gewoon lekker, jongens. Dus we kunnen het vanaf nu ook wat meer gaan focussen op het mooi maken. En het leuk maken. En volgens mij wordt dit het wel. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat dat weten in de comments. En als jullie nog leuke namen hebben voor baby's en dergelijke, zijn ze van harte welkom. Volgens mij zag ik net dat er een vosje geboren is ook. Nou, niet één zie ik. Kijk dan, allemaal babyvosjes. Nou, laat maar binnenstromen die namen voor die vossen. Dan geven we allemaal leuke namen aan ze.
En nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie een leuke dag hebben. En tot later. Doeg!